Hart van Moerwijk is een bedrijfsverzamelgebouw. Of zeg maar een verzamelgebouw waar allerlei organisaties in ondergebracht zijn. Waaronder de businessclub Eskamp. En die hebben iets nieuws. Die hebben een glossy magazine uitgebracht. Daar gaan we met ze over praten. En er is rond de businessclub Eskamp nog veel meer te vertellen. En al die informatie gaan we hier nu halen. Peter Verstappen is druk. Hij is voorzitter van BOP, oftewel Betrokken Ondernemersplatform Eskamp, zeg ik er dan maar even bij. Hij is voorzitter van de Business Club Eskamp, BCE. Hoe lang bestaat de Business Club Eskamp eigenlijk al of pas? Pas 3 jaar. Dus we zijn 3 jaar bezig. We hebben veel geleerd. Hè? We zijn gevallen en weer opgestaan. We zitten nu in een goede richting. Het voelt goed. Het belangrijkste is dat het als ondernemer bij de businessclub een gevoel is van thuiskomen. Een gemoedelijke sfeer en elkaar business gunnen. Wat we nu echt willen is, waar we heel hard mee bezig zijn, is toch een soort van potentiële klanten verwijzen naar onze partners. En dat doen we door middel van spreekuren, door middel van het magazine. We zijn bezig met de Zuidwester om elke maand een ondernemer in het zonnetje te zetten. Dus we zijn heel erg bezig met exposure, die ondernemer te laten zien aan andere ondernemers of klanten, potentiële klanten. Mijn naam is Kevish Sjoenenden. Ik ben wijktrainee vanuit de gemeente Den Haag en voor 1 jaar gedetacheerd bij Business Club Eskamp als relatiemanager. Dat betekent dat ik in de eerste plaats de contacten met onze partners verstevig en verder aan het uitbreiden ben. En daarnaast ook het voorzitterschap van het BCE Magazine op mij heb genomen. Hoe groot is de redactie? Want zo'n blad maak je niet zomaar even snel. Er zijn een hele hoop mensen voor nodig. Hoe groot is de redactie? De redactie bestaat op dit moment uit 5 tot 6 personen. Nou, dat is een bondgezelschap bestaande uit een tekstschrijver, ook iemand die een fotograaf die voor ons op pad gaat om de foto's te maken. En ook mensen die de interviews moeten afnemen. Dat doe ik onder andere zelf. Het thema van het nieuwe blad wordt kansen in Eskamp, om vooral de economische en zakelijke kansen in dit stadsdeel zo goed mogelijk naar voren te brengen. Daarin willen we vooral onze partners ook exposure geven, die presenteren aan de buitenwereld. Maar ja, daarvoor moeten wij echt ook zelf naar onze partners toe, om daar de interviews voor af te nemen. Wat we als businessclub graag willen is business genereren voor onze partners. Dat kan eigenlijk niet zomaar. Hè. Dus we zijn manieren aan het verzinnen hoe kunnen we dat dan wel. En dat kan door middel van het magazine, door te kijken met de stadsdeeldirecteur, met economische zaken. Wat zijn de kansen in Eskamp? Dus we vragen echt de mensen die daartoe doen. Hè, wat is er nou een kans voor een ondernemer in Eskamp? Het allerbelangrijkste is dat wij een klankbord zijn vanuit de ondernemer naar de gemeente zelf toe. Als er ergens behoefte aan is, dat ze altijd bij de businessclub terecht kunnen en wij kunnen daarvoor lobbyen. We hebben het over Rabin Baldoussing. Hebben jullie regelmatig overleg met hem of zeg je van nee, als je wat wil, horen we het wel? Nou, het is niet echt regelmatig een standaard overleg. Het is wel zo dat we dus met zijn beleidsmedewerkers spreken en daarvan horen van nou ja, hier is behoefte aan of daar is behoefte aan. En als wij behoefte aan een gesprek hebben met Rabin, dan is dat ook gewoon mogelijk. We hebben het constant over de businessclub Eskamp. Jij bent ook nog voorzitter van het Betrokken Ondernemersplatform. Is dat nu een geïntegreerd geheel of zeg je dat is toch weer iets aparts? Nee, het is iets heel aparts. Zeg voorzitter, dat klopt wel natuurlijk, hè, want het is een stichting. En een stichting heeft een voorzitter nodig. Maar Stichting Bob is echt een platform waarin bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties samengebracht worden. En slimme combinaties bedacht worden waar iedereen blij van wordt. Wanneer komt de volgende glossy uit? De volgende klossie die zal medio oktober, november uitkomen. Daarnaast hebben we 30 augustus een groot event in de Uithof. En dat gaat over social media. En dat wordt gedaan door Jochem van Loon van Social Alleen. En iedereen is bij deze gewoon uitgenodigd om te komen die avond. En nadere informatie kunnen ze op jullie website vinden. Welke website? Hoe komen ze bij jullie? De website is ook net vernieuwd. Ze kunnen naar www.bcskamp.nl en daar kunnen ze alle informatie terugvinden. Dankjewel.